Hey YouTube, ik had een paar video's geleden verteld over dat ik een eigen project had gestart, mijn eigen stad. Nou, dit is hem. Er is nog niet zo heel veel hoor, dat moet ik eerlijk toegeven, maar wat er is al best aardig. We hebben een busstation, centraal station. Van de oh, ik zal dus even mijn instellingen. Waar staat dat? Weergavebereik. Zo. Zo. Het busstation. Nou, dat leidt hier naartoe. Waarna we dan het centraal station gaan krijgen. Met de trein natuurlijk. Hier onderdoor. Kun je hier zo naar boven. Platform 15A. En hier heb je dan 14 en 12. Het heeft dezelfde indeling als dat van Amsterdam Centraal qua platform. En hier zit ondertussen ook gewoon een skeleton. Dat komt omdat ik tegenaan heb staan. Ga weg. En dan hier komen we in de centrale hal van het station. En daar is nu het station. Ik zal eens even op zo'n platformpje gaan. Dan kun je zien hoe het eruit ziet. Met een heel leuk dak, al zeg ik het zelf. En ja, de rails ligt er al. Alleen het heeft nog geen bestemming, dus het is nog niet helemaal aangesloten. Maar van wat er is het mooi aangesloten. En daar het busstation. En het dak, dat was wel pakkenwerk zeg. Heel het dak. Maar ik vind het zo mooi geworden. En ik ben nou bezig met nog eentje. En die ga ik jullie ook even laten zien. Deze. Ik geef alles een naam hoor, dus ja, hier ben ik mee bezig. Dit is ook een station, of moet een station gaan worden, met heel veel mogelijkheden. Dit wordt, wat doe jij hier beneden? Heel even deze terugplaatsen nog. Daar. Waarom sta jij op de grond? Vreemd. Nou, dit is de centrale hal van het nieuwe station. Zoals je kunt zien. Drie ingangen. Dit is straks de hoofdingang. En ook de hoofdtunnel, de middentunnel. Met de OV-poortjes. Nou, we hebben geen kaart hier, dus we doen het maar zo. Dit zijn de liften. En daar hebben we de trap. Als we daar omhoog gaan, ja, dan kom je op het platform uit natuurlijk. Hierboven komt straks nog een hele verdieping om te shoppen. Kun je ook dan met de lift heen. De lift werkt nog niet optimaal, maar zover het werkt. Hier beneden hebben we dan. Oké. Als iemand weet hoe ik dit kan voorkomen, laat het dan even achter in de reacties. Want ik ben al weken op zoek naar hoe je dat kunt voorkomen, maar ik kan het niet vinden. Maar goed, hier beneden moet dan straks de parkeergarage komen, waar je je auto kwijt kunt. En dan ga je dus zo met de lift dus omhoog naar de middentunnel. En als je nog één omhoog gaat, ga je dus naar de platform, naar de treinen en nog een omhoog wordt straks dus een heel winkelcentrum. En straks onder de parkeergarage komt straks ook nog de metro. Is de bedoeling. Het wordt echt een hele OV-terminal, zoals ze dat noemen. En het tram, ja, dat
nog. En dan komt er aan deze kant, komt straks de bus. Die hebben we ook nog, de bus. Die komt straks nog. Ja, hier kunt ook gewoon te voet natuurlijk alles doen. En dat wordt allemaal nog geïmproviseerd. Dit is zogenaamd de stroomvoorziening voor de treinen. Nou ja, moest er ietsje. Dus dit is volop in aanbouwing. En ja, dat is het eigenlijk wel. Even kijken wat ik nog meer heb. Mijn oude FIFA-term. Kunnen even zien wat het is. Het zijn allemaal projecten waar ik ooit mee bezig ben geweest. Oh, dit is mijn hele oude Fifth Town. Oh, daar ben ik wel heel blij mee dat ik deze nog heb. Oh, yes. Ik wist niet dat ik deze nog had, joh. Oh, daar ben ik blij mee. Nou, ik kan jullie laten zien. Nou, dat laat ik bij het begin beginnen. De snelweg. Natuurlijk. Met echt een afslag ook. Rechtdoor is Fifth Town Zuid. En andere kant is Fifth Town Noord. Nou gaan we eerst naar Noord. Aangezien we daar zijn. Zo hebben we afgeslagen. Nou komt deze rijbaan erbij. Stoplichten. Ja, ik weet niet hoe ik dat anders moet doen. Nou hier ga je helemaal naar de andere kant. Waar straks nog iets komt. En hierdoor de tunnel in. Ik vind, ja, oh, ik ben zo blij dat we deze nog hebben. Dat ik hem nog heb. Nou, weer een brug. Ik heb hier heel veel water hoor. Oh. Loopt aan de palen. En als het goed is komen we daar ook nog uit hier bij een centraal station. Oh ja, dit vond ik ook zo mooi gedaan. Dat is een halve brug. Of een halve tunnel. En dan kun je dan zo mooi doorheen kijken. En dan een rotonde. En dan heb je daar ook nog zo'n halve brug en hier een heel waterval. En oh, dat ik dit allemaal nog heb, joh. Ik wist niet of ik dit nog had. Nou ja, ik zal eens even het centraal station laten zien, want die heb ik hier natuurlijk ook. Dat is een van de eerste vormen. Of mijn mobiel gaat af. Een van de eerste ontwerpen van mij. Dus met een schuin dak. Een V-vleugel. Met daarboven een platform. Dan kun je hier naar beneden platform 4A en 3A. En hij is dan zo helemaal mooi gedaan. En deze, die hebben al een bestemming, ja. Dat klopt. Die hebben al een bestemming, ja. Die gaan helemaal naar de andere kant. Helemaal onder het water door. En dan uiteindelijk onder de brug door, dacht ik. Ja. Althans, dat moet het straks worden natuurlijk, maar dat was toen de planning. Laat ik het zo zeggen. Dan gaat het straks daar zo helemaal onderdoor. En hier was ik ook nog bezig, zie ik. Met het bouwen van weer een of andere tunnel. Het gemeentehuis. Dat was het allereerst wat ik heb gebouwd. Het gemeentehuis. Met marktkraampjes. En een flatgebouw. Dat was het allereerste. Met hi. Wat doe jij hier? Met hier dan de postvakjes. Zogenaamd. En dan kon je hier naar boven toe. Laat ik even helemaal naar boven gaan. Laat ik zo'n dingetje zien. Kamer. Kom je dan binnen. Ja, die zijn natuurlijk gewoon helemaal leeg. En hier heb je nog een balkon.
Met een uitzicht over de stad. En ik vind het zo prachtig. Ik vind het zo mooi gedaan. Je ziet echt bijna alles. Het Centraal Station. Laten we eens even een karretje nemen. Even kijken. Oh ja, hier. Even zoeken. Waar staan de minecarts? Hallo? Oh ja, hier. Ah. Nou, stel voor, wij willen naar platform 2. Ja, er moet nog een bestemming bij komen te staan, want we hebben al wel een bestemming. Kijk, hier hebben we ook nog één. We hebben al wel een bestemming. Kijk, want die gaat wel ergens heen. Dus laten we deze kant nemen. Ga ik erin zitten. Druk op het knopje. Koppijn van de dingen. Een bruggetje. En hier hebben we daar ook echt een echte spoorwegovergang. En dan komen we in Thief Town Zuid. Hoe ging er ook weer uit? Shift. Oké. Okay. Waar ik nog volop aan het bouwen ben hoor. Dus daar staat niks bijzonders aan. En hier hebben we dus nog een kruising. Als je heel die... Oh, ik dacht dat heel die tunnel hierop aangesloten zou worden. Oh nee, als je de tunnel uitkomt... Waar kom je dan uit? Hè? Zo lang geleden, ik weet nog eens niet meer wat ik gebouwd heb. Nou, laten we in ieder geval naar de volgende bezienswaardigheid gaan. En dat is de haven. Want die hebben we natuurlijk ook gebouwd. Of ik alleen. Moeten we hier eraf. Hierdoor. Recht links afslaan. En dan kun je hier eventueel parkeren als je wil. Hier was ik van plan om iets te bouwen, maar ik weet niet meer wat. En hier is... De haven dan. Kun je erin. Dit is dan een kraan daarvan. Van de haven. De vuurtoren. En het gaat hier echt recht naar beneden. Hele haven. Alles is er al. En dan hebben we hier nog het... wat hadden we hier ook alweer? Het, ja, ik weet al wel wat het is, om de goederen te laten controleren. Security. Moeten vrachtwagens, hè, die moeten dan hier stilstaan, wordt vrachtwagens gecontroleerd. En dan mogen ze weer verder. En die, hebben we dan aan twee kanten. Als het niet goed is, moeten ze naar de andere kant en dan moeten ze hun zooi dumpen. Hier zou het hoofdkantoor komen van de hele zooi. Daar was ik dus nog mee bezig, zie ik. En dan de haven. Twee vuurtorens. Oké, dat kan ook. Twee vuurtorens. Oh, hier heb ik zoveel tijd aan besteed. Want ik had hier het grootste knooppunt dat ik helemaal af. Over elkaar heen en alles. Zodat ik niet eronder door hoefde. Al het water gedoe. Uiteindelijk heb ik dat toch maar gedaan. Waardoor als je nu hier naar beneden gaat. Vanuit die richting zo naar beneden gaat. Ga je hier onderdoor. Dan kom je hier weer dus naar boven. Waar wij toen straks dus bij zijn gekomen. Laten we nou hier rechtsaf gaan. En dan zul je zien. Oh, deze kant. Waar we uitkomen. Het is even een pokkenheid ver weg. Maar dan komen we wel ergens.
Volgens mij zijn we er bijna. Oh nee. We zijn nu halverwege. Nog paard. Zo. Ja, daar heb ik ze aan elkaar verbonden, want er was verder niks. Hier was ik ook mee bezig, ja. Dat klopt. Ja. Was al wel geconnected. Dus hier kom je wel gewoon aan. En dan hier ging je ook alweer verder, zie ik. Oh ja, dan ging je naar de haven toe. Je ging helemaal naar de haven. En ja, ik wou er natuurlijk wel licht in. Dus daarom heb ik ook allemaal van de glowstone erin geplaatst. Dit was een van mijn eerste projecten. En dan komen we daar ook weer op de haven uit. De goederen te transporteren naar de stad. Nou, dat was dus het andere project van mij. Dus even kijken wat ik nog meer heb. A world. Volgens mij is dat RuneScape. Wat ik ooit gebouwd heb. Nee, dat is weer een andere. Dit is... Oh, alweer een nieuw station. Dat nog niet af was. Aan deze kant dan. Zie ik. Ja. Want dit was van de... Van mijn multiplayer server. Met de spawnplek. En het centraal station natuurlijk. Valt bij mij ook niet te missen, hè. Centraal stations. Met echte shops. Die toen in de multiplayer werkte. Nou, niet meer natuurlijk. En als je hier dan naar boven ging, had je weer dat schuine dak. Met verbindingen. De haven. Echt een hele haven erbij met huisjes. Ja, dit had iemand anders gebouwd. Met een hele hijskraan erbij. Heel mooi gedaan. En hier wordt de vracht opgeslagen. Met ook weer een heel systeem erbij. Even kijken wat we aan deze kant nog hadden. Dat was dus het einde van de spawnzone. Daarna kon je gaan bouwen. Officieel. Hier hadden wij volgens mij nog iets... Ja, ik weet al niet meer wat het is. Volgens mij gewoon waterzuivering. En ondertussen vliegt alles daar in de fik. Omdat ik hier geen protection op heb, natuurlijk. Maar goed. Dat maakt niet zoveel uit. Wou ik zeggen, maar... Nou vliegt alles in de fik. De kerk. Die hadden we ook. En dan hebben we hier achter, hadden wij volgens mij ook nog iets. Althans, daar waren ze mee bezig toen. Dus dat is ook weer een multiplayer map van mij geweest. Dat is niks, dat kan onderhand wel weg. Nou, je kunt echt zien, 31-9-2013 is de laatste keer. En dit is allemaal van vandaag. Zo. Even kijken. Survive. Ja, dat zijn survival werelden. Ik weet al niet meer welke. In ieder geval. Bedankt voor het kijken naar een overzicht van mijn projecten. In Minecraft. En wanneer een project helemaal af is. Maak ik er natuurlijk een heel filmpje van. Voor nu. Bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Dag.